Tegenstrijdig belang, lastig onderwerp, is veel over te doen. Hoe gaat de ondernemerskamer daarmee om? Er wordt wel gezegd dat de ondernemerskamer een hele eigen koers vaart. Lastige materie. Matthijs de Jong legt dat helder uit. Dan bestuurders aansprakelijkheid, weerbarstig onderwerp. Veel rechtspraak, je kan door de bomen soms het bos niet meer zien. Maar Manuel Lokin geeft een heel mooi overzicht waar je in de praktijk veel aan hebt. De aandeelhoudersovereenkomst, hartstikke mooi, wordt heel veel gebruikt. U zult ze ook maken, maar helaas in de praktijk zijn ze lang niet altijd compleet en goed doordacht. Wino van Veen zal een hanteerbare overzicht geven tijdens de cursus. En corporate litigation, bij welke rechten moet ik met welk geschil zijn? Ook niet altijd makkelijk. We bespreken het tijdens de cursus en u gaat daar veel van opsteken. Wat is de best passende oplossing voor een geschil? Daar gaan we tijdens de cursus over hebben. Niet meteen naar de ondernemerskamer rennen. Ondernemerskamer ontvangt u met open armen, zeker, maar het is best een omslachtig procedure. Bedenk of er niet iets simpelers is. Vernietiging van een besluitvordering. Naar de voorzieningenrechter, gewoon een concrete oplossing voor een concreet geschil. Zonder al te veel poespas. Denk daar goed over na. Wat heb ik nodig en wat is de simpelste en snelste weg?